Continental Mechelen is werkzaam binnen de automotive-industrie. Jullie kennen waarschijnlijk Continental van de banden, daar is het heel bekend van. Maar wij werken binnen de autonome mobiliteit. Binnen die autonome mobiliteit maken wij vooral wheelspeed sensors en ABS-systemen. Zoals je kan zien zijn wij zwaar geautomatiseerd, alles loopt met robots. En dit is nodig om ons engineeringniveau hoog te houden om concurrentieel te blijven op de markt. Achter mij staat een productielijn van de wheelspeed sensors. En in die productielijn gebruiken wij dragers om de componenten tot in de matrijs te krijgen. Dit is waarover het project gaat. Dit is een drager waar dat de contacten inkomen. Dan worden er manipulaties gedaan op de contacten. Dit stuk wordt door verschillende robots opgenomen en verplaatst en komt uiteindelijk in de matrijs te zitten. Daarom is het belangrijk dat dit stuk hittebestendig is. Het moet tegen hoge drukken kunnen en ook slijtvast zijn, omdat die telkens in en uit robots wordt getrokken. We hebben een nieuw transportsysteem bedacht en daarvoor is gewichtsreductie echt essentieel om de lijn sneller te maken en komen in aanraking met heel wat challenges. De uitdaging zit er natuurlijk in dat de buitenafmetingen niet gewijzigd mogen worden, maar je kan wel spelen met de interne structuur en het materiaal. Additief manufacturing komt hier zeker aan de orde. Studenten krijgen bij ons de 3D-file, waar ze dan simulaties op kunnen doen qua sterkteberekening, temperatuur. En daar zou moeten resulteren in een prototype. Het is super interessant omdat je eigenlijk alle facetten van een engineeringsproject bekijkt. Je hebt het materiaal dat je moet onderzoeken, je hebt enkele sterkteberekeningen, temperatuurberekeningen dat je zou moeten doen. En we hebben enorm veel kwaliteitseisen waar het je aan moet voldoen. Jullie kunnen terugvallen op een aantal ingenieurs waar jullie informatie kunnen halen, maar wij verwachten wel dat jullie vrij zelfstandig dit prototype uitwerken. Ik ben zelf ook productingenieur van opleiding en het zou fijn zijn dat ik met jullie een nieuwe start kan maken in dit project en jullie begeleiden om een functioneel prototype te hebben.